Dit is Flevoland van zaterdag 9 april. Ze willen weer op volle toeren draaien, het Respijthuis in Lelystad. Met de coronacrisis achter de rug kan het vakantiehuis voor mensen die zorg nodig hebben weer gasten ontvangen. Alleen zijn daarvoor wel meer vrijwilligers nodig. Het is vandaag open dag. We willen graag aan de mensen in Lelystad en Dronten laten zien hoe mooi het is. We zitten op een camping, echt een vakantieachtige omgeving. Dus onze gasten die hebben echt een vakantiebeleving, zeg maar. Maar ook de partners van onze gasten, want onze gasten zijn zorgvragers. De partners zijn vaak mantelzorgers die vaak heel erg druk zijn met alle gedoe wat mantelzorg met zich meebrengt. Die kunnen dan even respijt krijgen, vandaar het woord respijthuis. En die kunnen even op vakantie gaan. Maar daar zijn wel vrijwilligers voor nodig die een handje kunnen helpen bij mensen die niet alles zelf kunnen. We hebben 30 à 40 vrijwilligers minimaal nodig. En hoeveel lopen er nu rond? Nou, we hebben er nu zeg maar ongeveer 25, dus dat is echt te krap eigenlijk. En dus ook aan vrijwilligers een beetje de oproep van kom kijken, ga de sfeer proeven. En proeven, dat kon volop op de open dag van het Respijthuis. Heeft u al veel poffertjes gemaakt vandaag? Ja. Hoeveel? Helemaal vol. Ja, ik heb één zo'n pak. En die, ik deel ze elke keer uit. Dus elke keer is het een beetje leeg en het is bijna op. De vrijwilligers staan de paar bezoekers die aan het begin van de open dag langskomen, maar al te graag te woord. Het moet bekendheid krijgen. Hè? Er is ruimte zat nu. Dus het moet wat voller en meer vrijwilligers erbij. Dus dan wordt het een succes. Als er nog nieuwe collega's zijn, zijn van harte welkom. En u probeert ze naar binnen te verleiden met wat poffertjes hier? Vandaag wel, ja. Ja. Wilt u ook nog een poffertje hebben? Ik pak er nog een paar, ja. Oh, heerlijk. Nou, dat hartstikke goed. De tulproute Flevoland gaat bijna van start. In Zeewolde zijn de eerste kleurrijke velden, dankzij een beetje hulp, al zichtbaar. Wij doen plastic over deze bollen heen om ze te vervoegen. En normaal op het land kan de natuur zijn eigen gang gaan, maar wij manipuleren de natuur een beetje door onder plastic. Dan wordt het warm met onder plastic, dan zijn ze sneller. Door ze dan ook direct te koppen, wordt de plant gestimuleerd om direct bollen te vormen. En die bollen die zijn dan ook straks van de winter net weer 1-2 weken eerder dan de gewone partij. Waardoor we net iets 1-2 weken eerder bloemen hebben in de kas en die net weer iets meer opbrengen dan de gewone partij. Tulpentelers pikken de afwijkende exemplaren er handmatig uit. Zoals bijvoorbeeld een te kleine tulp of een bloem die niet de juiste kleur heeft. Hier gaat veel tijd in zitten. Gemiddeld worden de planten 3 keer gecontroleerd. In Zeewolde worden de Zika-bloemen ertussen uitgehaald. Nou, we proberen visueel te kijken welke zijn de zieke planten. Dat zijn er gelukkig nooit veel. Daarom lopen we gewoon langzaam met mensenkrachten er langs. Hier staat er toevallig 1. Dan wordt die afgebroken. 1 druppel is voldoende. En vaak zijn het streepjes in de bloem. Witte en gele bloemen zijn heel moeilijk om te zien. Dan is het belangrijker dat we ze al selecteren op het blad als klein plantje. Maar in de bloem zie je vaak dit beeld. Of er volgend weekend al meer velden in bloei staan, is nog even afwachten. Dat wordt, als het volgende week mooi weer wordt, dan gaat het heel snel. HSV Dronten had vanmiddag koploper Veense Boys op bezoek. De Drontenaren staan slechts 1 puntje achter de koploper uit Nijkerkerveen. En een overwinning is dus nodig om de koppositie over te nemen. En na een kwartiertje spelen de inworp van de Drontenaren. De bal naar voren geroeid. Jannik Leichtenberg lanceert zichzelf. En dan is het doel leeg en kan Bas Maljaars de bal binnenschieten. Maar hij mikt de bal net naast het doel. In de 19e minuut dan de aanval van HSV Dronten. Leichtenberg met de voorzet. En dan is er plotseling de 100% kans voor Kevin van der Vlag. Maar het lukt hem niet om de score te openen. Even later de vrije trap voor de thuisploeg. En achter de bal Jordi Scholz. Maar dat is een eenvoudige prooi voor doelman Jordi Dekkers. Een ex-prof die in het verleden onder andere doel verdedigde van Excelsior en VVV Venlo. Dan opnieuw een vrije trap en Rick Breemhaar met de kopbal. En die verdwijnt rakelings langs de paal.
Maar Veense Boys staat even onder grote druk van de Drontenaren. En dan is daar opnieuw Rick Breemaar. En dit keer is het wel raak. Hij breekt de wedstrijd open. En ASV Dronten in de 32e minuut op een 1-0 voorsprong. En dat is natuurlijk balen voor Jordi Dekkers uit Almere. Dan zitten we vlak voor rust. En opnieuw een enorme kans voor de Drontenaren. Maar Jordi Dekkers kan er net een grotere voorsprong van ASV Dronten voorkomen. En zo gaan de ploegen met die 1-0 voorsprong van de thuisploeg de rust in. Ook in de tweede helft is ASV Dronten de gevaarlijkste ploeg. Hier moet Martijn Timmer natuurlijk scoren. Maar Jordi Dekkers weet dit te voorkomen. Maar het had hier al 2-0 moeten staan. En dan is het met die kleine masje natuurlijk opletten geblazen. En dan is het bijna raak. De bal van de lijn gehaald. De kopbal van Tom Kozijnse. En dan is het even later aan de andere kant ook bijna raak. En zo golft het spel in die tweede helft op en neer. En nog steeds die magere 1-0 voorsprong op het scorebord. Maar dan in de 84e minuut de lange trap van Alex Bindega. Kevin van der Vlag met het balletje breed. En dan is het eenvoudig binnentikken van Jordi Scholz. En de 2-0 voorsprong van ASV Dronten is dan een feit. En kijk eens wat een ontlading bij de ploeg die dit jaar zo graag kampioen wil worden. In blessuretijd dan nog deze actie van Jordi Scholz. En hij schiet die bal heerlijk in de kruising. ASV Dronten wint met 3-0 van Veense Boys. En neemt daardoor de koppositie in de tweede klasse G over van de ploeg uit Nijkerkerveen. Ja, heerlijk. Ja, vorige week was ook al geweldig natuurlijk omdat we de tweede periode gewonnen. Ja, dan leef je toe naar deze wedstrijd. We weten dat we heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Een beetje hetzelfde zijn ook. Allebei echt een team. Niet per se allemaal individuele jongens. Echt een team. Ja, dan zie je dat er zo'n middag echt wel niet heel mooi voetbal is geweest. Maar wel echt een wedstrijd voor die koppositie. Ja, blij dat we uiteindelijk hem overstreep hebben getrokken. De organisatie van de Zuiderzeeronde wil een overleg met de gemeente over de wielerwedstrijd met start en finish in Dronten. De organisatie van de Zuiderzeeronde baalt omdat de wielrenners dit jaar grotendeels buiten het dorp moeten rijden. Burgemeester Jean-Paul Gebbe zei deze week dat het ontbreken van een goed veiligheidsplan de reden is dat de renners niet prominent door Dronten mogen rijden. De burgemeester nodigt de organisatie nu uit voor een bakje koffie. En de wedstrijdleider, die lust wel een bakje. Ja, ik las inderdaad een uitnodiging. Dus als wij die uitnodiging ontvangen, absoluut. Koffie is nooit verkeerd. Het zou dus draaien om het ontbreken van een goed veiligheidsplan. Nou ja, kijk, ik wil geen welis nietes verhaal maken. Maar wat ik zeg, wij doen het allemaal naast het werk. Het is vrijwilligerswerk. Iedereen werkt fulltime. We doen dit met een klein aantal vrijwilligers. Dus het is arbeidsintensief. En zoals ik zei, veiligheid hebben wij ook wij hoog in het vaandel. Maar er waren wat wijzigingen met betrekking aanvragen en het werd uitgebreider verwacht dan de afgelopen jaren wij gewend zijn. En dat zorgde voor wat extra werk. Op de fiets moet je af en toe schakelen, maar jullie als organisatie moeten dus ook schakelen. Moet de lat wat hoger komen te liggen dan qua plannen, qua veiligheidsplannen? Nou, we weten nu wat de verwachtingen zijn en waar naar gekeken wordt, dus dat is voor de komende jaren alleen maar goed. En het is ook, moet de lat hoger. Ik denk dat de lat bij ons altijd heel hoog ligt. Maar dat het qua papierwerk op dit moment wat uitgebreider was. Nou, en daar hebben we aan voldaan. En ik ben blij dat we vandaag een fantastisch evenement hebben in de gemeente Dronten. Want Dronten is hartstikke wielerminded. Elke week staan hier in de zomerperiode 150 tot 200 mensen op het plein. En die fietsen met elkaar zonder dat ze ergens aan verbonden zijn. Dus ik denk dat dit erg goed past binnen de gemeente Dronten. Al met al dus zaterdag gewoon de Zuiderzeeronde in Dronten. Niet zoals normaal gesproken prominent vanaf het Meerpaalplein, maar met start en finish vanaf de Jupiterweg net naast het Ichthus College. Ja, vanochtend hebben we dames gehad. Dat is topcompetitie. Dat zijn dames die lid zijn van clubs. De beste uit Nederland, heel Nederland, die hier tegen elkaar fietsen. Vanmiddag hebben we de clubcompetitie bij de mannen. Dat is ook heel Nederland. Renners die verbonden zijn aan clubs. Amateurniveau. Maar wel beide categorieën die echt 18 plus alles ervoor opzij zetten om hier top te presteren.